And it's their city, where the grass is green. And the girls are pretty, take me home. Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een nieuwe aflevering van de rare intro's van Sander. En deze keer gaan we ook Pokémon spelen. Wat? Nee, dat kan niet. Dat is nog nooit gebeurd. Laat onderin de reacties wel even weten of het gewerkt heeft. Ik mag hopen van wel, zo. Oké, ik snap niet waar het over gaat, maar het zal wel. Nee, maar gewoon, heeft het gewerkt? Dat moet ik gewoon weten. Oh, oké. Maar in ieder geval... heeft, dan weet ik dat. Ja. Ik heb echt geen idee waar we waren. Nou, in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon X Avatarlog met Sander van Gaming SB. Ik heb geen idee waar ik naartoe moet, als ik heel eerlijk ben. Oh, zie Kristal Hero. Moet ik hier naartoe? Jij bent een Anastar, denk ik, of niet? Ja, dat denk ik. Jij moet de gym nog doen, denk ik. Oh, ik heb dat niet gedaan? Nee, volgens mij niet. En ik wel, alleen... Daarna moest ik iets doen, maar ik wist het eigenlijk niet meer. Le gym leader, where you at? Oh, dit is zo'n huisje. Ja, and it's their city, where the grass is green. And the girls are pretty, take me home. Oké. You alright? Ja. Nee. Nee, ben je niet alright? Dat is wel sad, dat je niet alright bent, Sander. Ja. Hoe kan het nou dat je niet alright bent? Weet ik niet. Sad. Dat weet ik niet. Serena. Met haar miauwstick. Leuk man, leuk. Maar het boeit me helemaal niks. Zo. Boom. Wat een haat naar... Terwijl dit de enige leuke rival. Waarom doe ik zo gemeen? Hebben we dat leukste rival... Van allemaal. Is het en dan doe ik alsnog gemeen. Dat is wel gemeen van me. Ja. Ik zou haat als ik haar was. Nou, doe het ze ook. Nou, zolang ze maar niet een van mijn Pokémon doodmaken, vind ik het best. Oh, jawel. Nee, het gaat nooit winnen. Lukt het niet. Dat moet je nooit zeggen. Nee. Dat is ook goed vanmiddag fout ging. Ja. Met de pixelmonnetjes. Ja, met beide pixelmannen. Ja, ach ja, weet je, het kan niet altijd goed gaan. Nou ging het vanmiddag dan wel twee keer niet goed, maar dat is een detail. Ja. Moet je niet zo nauwkeurig kijken. Precies. Oh, Aurora Beam. Volgens. Ik moet tegen een Team Flare Grunt met een Leopard. Of een Leopard, ik weet het niet, eigenlijk niet. Maar voor mij allemaal. Die ene. Die ene, inderdaad. Die kat. Ja, miauw. Ja, Glammy is nog wel oké, maar Perugly. Die is Gorogoro. Dan heb ik nog liever... geen... Berkeley. Oh. Ik snap het wel. Wat is dat dan? Dan heb ik misschien zelfs nog liever een Skitty. Nee. Ook wel verdrijven. Precies. Firefang die bitch. Kom op, Chestnut. Ga even dood. Nee, oké. Okay. Allemaal twee hit KO'tjes dit. Je kan het, Sander. Je kan het. Nou, het is dat deze raak was, maar anders dan was ik hem een Houndoom kwijtgeraakt. Maar hey, dat maakt niet uit, want het is niet gebeurd. Nee, tot hoever mochten we? Dan ga 53 je of 52? Voor die 53, ja. Oh, dan komt het helemaal goed. Oké, okay, een Absol, die ken ik. Ken jij die? Ja. Ik ben zo'n Pokémon master. Dus ik ken alle Pokémon. Voor generatie 4.
Waarom lach je? Omdat jij geen Pokémon Master bent. Mijn haat. Vind jij jezelf wel een Pokémon Master? Nee, eigenlijk niet. Ik zit even te kijken. We mogen tot 64. Nintendo 64? Nee. Oh. Mario 64 dan. Dat is het enige 64 die ik ken. Jij bent dus geen Pokémon Master. Nee. Een meester der Pokémonen. Ja. Ik kan niet overal goed in zijn. En in hoeveel dingen ben ik wel niet goed, dus ja. Dat klopt. Ja, je hebt wel een beetje zelfkennis. Wow. De hele ding heb ik gewoon kapot gemaakt, jong. Wat heb ik kapot gemaakt? Ja, de muren. Oh ja. Ja, dat klopt. In de gym. Ja. Deze gat geeft me niet eens een fresh water. Is dat alleen in Gen 5 zo? Dat weet ik niet, maar niet in elke game, nee. Jammer. Ik weet dat het bij Gen 4 ook niet is. Want ja, die ken ik anders weer wel. Maar ja. Daar heb ik nu niet zoveel meer aan. Want deze game is geen Gen 4. Niet? Oh. Shocker. Ah, wel bijna weer Gen 4 game, hè? Remake. Ja, het is dan een Gen 8 game, maar... Nou. Ja, oké, maar het is een Sinnoh game en daar gaat het om. Precies. Dat is wat we willen in het leven. Of niet dan? Op zich. Jij bent niet zo hype. Ja, maar ik denk dat het heel erg dezelfde game is, zeg maar. Ik ben meer hype voor Legends Arceus, zeg maar. Ja, oké. En die komt echt 2 maanden daarna. Ja. Dus dat is zeer poch, zoals de jeugd van tegenwoordig zegt. Wow. Maar wat vind je van de boxart van alle 3 de games dan? Ja, die zijn wel nice. Die zijn zeker nice. Ja, dat dacht ik. Ja, dacht ik ook. Heb ik alleen maar full stores? Oké. Je hebt alleen maar volledige restores. Nee! Oh. Wacht, heeft hij hem nu... Oké, nee, ik heb 14, dan klopt dat. Ik dacht even... Doordat er stond, it had no effect... Dacht ik even dat die wel... Verbruikt werd, zeg maar, die potion. Maar... Oké. Ik moet tegen Lysander. Dat is Sander, maar dan met Lee ervoor. Ja. 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 Oh, dan ben ik weer boven. Ben ik nu gewoon... Nee, je moet elke keer... Nee, dat klopt wel, hoor. Je moet een beetje zo van boven naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven, zeg maar. Ik denk, ik ga nu naar onder, maar nee, hoor. Nee, het is echt een heftig dolf, is het. Ja? Ja. Oh. Maar je kan het wel vette gym, vind ik. Ja, zeker. Deze gym klinkt alsof ik een sans hoor lachen. Van Undertale. Oh. Ja, ik ben niet zo'n Undertale kenner. Ik heb hem ook nog nooit uitgespeeld, hoor, maar ik heb hem wel gespeeld. Laten we daarop houden. Oké. Dus. Oh, ik ben wel in de onderste, hoe heet het? Die paarse verdieping. Je bent goed bezig. Is dat goed? Ja, want daar is het uiteindelijk. Nou, dit is nog niet de precies goede, maar ik kom in de buurt. And that's how I like it. Ah, dat kun je niet. Okay. Hoezo heeft Lysander nou weer een Gyarados? Omdat hij kan Mega evolven? Nee. Wat? Nee? Nou, in ieder geval nu nog niet. Oh. Misschien in de anime wel. Ja. Maar ja. Dat zegt ook niet zo heel veel. Nee. Wauw, ik werd gecrit. One hit KO. Gewoon. Mm. Wat? Wie? Sableye.
Oeh, ah, dat niet doet een, pijn. Niet eens super effectief, gewoon one kill uit het niets. Nou, ik heb dus het gevoel dat Sableye en stats eigenlijk helemaal niet zo heel goed zijn. Ah. Maar mag je niet doorvertellen hoor, aan mijn shiny Sableye. Dat zou ik dan niet doen. Dan word je boos. Misschien. Mogelijk. Nee, ik wou niet naar boven. Oh, dat is naar onder. Nou, daar wou ik ook niet naartoe. Dus dat komt goed uit. Al die trainers, ik wil helemaal niet met die trainers vechten, jongen. Ik wil gewoon die gym die er helemaal kapot maken. Ja, dat snap ik wel. Dat wil die gym die er waarschijnlijk ook. Oh, daar is hoor. Oh, ik was bijna 7 voor de gym leader. Dat is niet, in principe niet echt nodig. Nee. Ja. Nee, is niet echt van belangrijke. Oké. Okay. Boys, the future is begonnen, heb ik zo net gehoord. Spannend. Eigenlijk is dat elke seconde zo, weet je dat? Ja. Maar deze vrouw zegt het nu pas. Dus dan weet ik het nu pas, hè? Zo werkt dat. Ja. Niet. Of niet? Oké, ik ga jagen. Gaat hij reflecten? Ah, doe dat nou niet. Jan, oh, ik word moe van. Oh. Ik snap hem. Nee, ik moest oprecht gapen op dat moment, dus dat is wel toevallig. Toeval bestaat niet. Jawel. Of toch niet? Oh nee, toch niet. Nou, Lysander, dankjewel voor het killen van mijn Sableye. Die gaan we nooit meer gebruiken. Nooit meer? Nooit meer. Arme Sableye. Nee, weg ermee. Ik deponeer hem in de dichtstbijzijnde prullenbak. Oké, Sigalith is bijna neer. Sigalith is toch een Gen 5 Pokémon? Ja, dat klopt. Ja, oké, nee dan. Hoor je dat geluid op de achtergrond bij mij? Nee. Oké, nou de ijskowagen die rijdt hier dus. Oh. Ach, neem ook even een ijsje voor mij mee, please. Ja, maar ik kan geen ijsje halen. Oh. Ik ben geen maf van de Kees. Niet. Nee. Nah. Mijn 7e death alweer. Oeh, je haalt me in zo als je zo door blijft gaan. Ah, ik kan ook overdrijven. Hoezo? Nou, jij hebt er best wel veel. 12, dacht ik. Maar, oké, maar ik heb er 12. Ik ben er geen 1 verloren, hè, deze aflevering. En jij nog niet, we zijn er pas dus net begonnen. Dus je in, qua devs, in principe. In principe al je me in. Nee, ik haal je pas in als ik je in heb gehaald. Nou, je bent al aan het inhalen, want de tussenstand zit minder verschil tussen. Ja, maar inhalen, dan ga je iemand voorbij. Dat hoef ik niet per se, toch? Jawel, want anders is het geen inhalen. Dan kom ik dichterbij, maar ik heb hem niet gehaald. Moet ik die pakken? Flying. Ja, ik heb hier al een flying. Godverdomme, wat is dat? Ah, we hebben wel aan het inhalen, hoor. Ik denk het wel. Als je door blijft, gaan we wel in ieder geval. Sander, wat voor Pokémon moet ik nou in mijn team doen dan? Het is allemaal ruk. Zo'n leuke. Die heb ik niet. Oh, welke heb je wel? Ja, ik heb te veel om op te noemen, maar het zijn allemaal niet echt. Oké, bij welke twijfel je? Geen één. Ik wil ze allemaal niet. Ik wil eigenlijk iets van Ghost of Dark, maar. Ik heb wel een Ghost Pokémon, dat wordt dan mijn derde Flying Pokémon. Dat vind ik een beetje overdreven. Wat? Ghost Flying? Welke? Drifblim. Ah, ja, tuurlijk. Daar had ik helemaal niet aan gedacht. Ik heb nog geen gras, hè. Gras poison. Ik doe... Oh, ik heb hem gewoon verslagen, jongen. Olympia, jij... Oeh, bent neer. Ja, ik heb al een psychische. Deze beetje heb ik in... In Pixelmon ook. Dan ben je goed bezig. Of niet. Het is maar net hoe je bekijkt. Wacht wat? Oh nee, hij wou me naar de entrance sturen. Ik heb op 9 gedrukt. No. Oh, je kunt opnieuw praten. Je kunt opnieuw praten. Sad. De hele muren staan er weer.
Waarom maak ik dat dan kapot als het toch allemaal niet werkt? Valspelerij. Kan ik hem wel opnieuw kapot maken als ik nu naar binnen ga? Hey, luister, sender, wist. Oké, cool. Ja, nou, ga jij maar lekker de wereld overnemen. Laat mij er buiten vooral. Nou, dat. Oké, welke kant nu? Links of onder? Je moet naar Lumio City en dan naar Lysander Café. Kan ik dat gewoon vliegen doen? Nou, je kan vliegen naar Lumio City. Nee, want ik heb geen vliegpokémon. En dan kan je het niet vliegen doen. Dat was toch een vraag dan? Ja, ja. Had ik nog niet over nagedacht eigenlijk. Dat ik dan ook zo'n Pokémon nodig heb die vliegen kan. Karaokemon. Oké, wacht even. Kijk deze Pokémon dan. Die vind ik cool. Even flexen met mijn shiny. Met zijn schijnende Pokémonsters. Oh, als Imoga geen fly kan leren, hè, dan word ik gewoon boos. Woest. Nijdig. Een Ebel. Doe eens even normaal, gast. Nou, haters. Dan moet ik mijn dode Pokémon. Een machtige hyena. Machtige? Ja, een machtige hyena. Een mighty hyena. Vuur zeppelin pak ik eventjes. Die moet je niet in het team doen hoor, want dan word ik boos. Oef, dat heeft wel nee, maar dit is een dooie. Dus dat mag helemaal niet. Dat mag helemaal niet, jong. Ja, maar je moet toch kunnen vliegen, gast? Oh. Nee. Shit, mag zeg. Ik niet. Ja, maar bruh. 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 Ik wil gewoon vliegen. Ja, vlieg dan, jongen. Vlieg dan gewoon naar de horizon. Nee, niet safe. Waarom kan ik niks? Heb je even. Dan besteden we daar even 3 afleveringen aan. Oké. Prism Tower. Ga ik naartoe. Oké. Daar ben ik dan weer. Jij bent nu echt heel dichtbij mij. Nu loop je bijna niet meer achter. Oh, echt? Oh, ik dacht dat ik echt een heel stuk nog achterliep. Wegwezen, vuurzeppelin. Je bent dood. En dan willen we ook zo houden ook. Wow, Sander. Eigenlijk zou ik het liever niet zo willen hebben hoor, maar... Ja. Is nou te laat, nu heb je het al gezegd. Ja. Je vindt die al een vuil in bitch. Nee, dit is wel een café, maar niet een Lysander café. Nee, ga er dan niet in. Waarom zijn de controls en camerahoeken zo scheidirritant? Magenta Plaza? Nee, dat moet ik niet zijn. Schijnbaar. Nee. Gaat het, Sander? Ja. Waar zit hij? Aan zo'n plazaatje. Waar zo'n... Team Flair manneke bij staat. Nou, wel naters. Daar zat ik zo net in. Oh. Deze gast is ziek depressief, jong. Magenta Plaza. Ja, hartstikke leuk, maar dat wil ik. Die doet het niet. Die is kapot, stuk. Die kapotstuk? Ja, helemaal. Okay. Is helemaal kapotstuk. Blue Plaza, I'm blue, da-ba-di-da-ba-di. En ook best wel plaza, hè. Dat is minder, maar... Wat kut dit.
echt hoor. You mad, bro? Ja. Oh, het is niet eens blue, het is... Bleu. I guess. Centrico Plaza. Oké, leuk man. Leuk, leuk. Maar ik wil eigenlijk gewoon, ja. Oh, ik zie daar wel zo'n café. Oké, ik ben in een café. Is dit het Lysanders café? Nee. Er staan twee van die kokjes binnen. Ja, dat helpt niet, want ik ben er nog lang niet, volgens mij. Maar het is bij zo'n plaza, oké. Nou. Ja, hoezo ben ik nu ineens in South Boulevard? Wat is dit voor onzin? Nu ben ik weer bij Magenta, daar wil ik dus niet naartoe, want daar ben ik al geweest. Moet je eerst tegen die Magma, want het ziet er wel uit als... Oh, rood. Hier is het niet. Ja, volgens mij wel, bij de rode plaza. En dan staat er ook zo'n Team Flair mannetje op de plaza. Nee. Volgens mij is het wel bij rood. Dan heb ik iets anders in de game vergeten. Wat heb jij gedaan toen je... Ging toen die holoclip was afgespeeld naar Lumio City. Maar je kan ook, als je het niet kan vinden, dan moet je gewoon even zo'n taxi zoeken ergens in die stad en dan naar Lysander Café gaan. Dan ben je er meteen. Oh, en... die taxi die zegt gewoon, hey, hier is Lysander's Café. Ja. Moet ik wel een taxi vinden. Die staan toch gewoon in North Boulevard en zo? Ja, die staan gewoon in die buitenste ring, zeg maar. Oh, ze zijn niet geel. Oké, nee, daar ging ik daar mist in. Kom op! Nou, ik kan echt niks. Nou, kut camera hoek ook. Ja. The base fares. You want to ride? Ja. Yeah. Cafés. Lysander, ja hoor. Magenta Plaza. Daar was ik zo net. Ja, dan heb je dus gewoon weer niet goed gekeken. Godverdomme. Ja, maar dan is het... Ja, nee, ik mis iets. Want hier is Lysander niet. Nee, dat hoeft ook niet. Je moet tegen die twee kokjes praten. Echt. Dan was het dus. Dan, ja. You good, bro? Nee, ik baal hier echt van. Ik heb gewoon een hele tijd rond zitten lopen met waar is het. Terwijl ik er gewoon al was. Uh-huh. Alleen, ik dacht, Lysander is er niet, dus er gaat iets fout. Nee. Maar schijnbaar hoeft Lysander er helemaal niet te zijn. Bullshit. Weet je nog dat je zei dat ik heel dichtbij was? Ja. Nu niet meer. Wow. Ik heb nu één mannetje verslagen. Ik zit trouwens even te kijken, maar ik heb een Pokémon in mijn team die ik helemaal niet in mijn team mag hebben. Maar ik weet niet waarom ik hem toen gevangen heb. Dat is raar. Ik heb een Bidoo in mijn team, maar Bidoo is Grass Poison. Ja. Wordt Roserade psychisch misschien? Nee. Ben jij nou zo'n Pokémon Master of niet?
Maar waarom heb ik die dan in mijn team? Ja, weet ik het. Was het dan sterk? Oh nee, wacht, dat werkt niet in deze game. Ik zit eventjes te denken van, wat is de reden dat ik die ooit in mijn team heb gedaan? Dan? Was het een shiny? Nee. Want dan mag het. Nee, ik heb echt gewoon geen idee waarom ik die keuze heb gemaakt. Okay, zeg nog eens iets. At this rate, you'll figure out there's a hidden door to Lysander. Like ja, dat is als je ze allebei hebt verslagen, dan moet je met die boekenkast aan de achterkant praten. Nou, het is een servieskast, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, niet zeuren, Sander. Hé, hey, dit is zo'n Lysander waar ik wel eens van gehoord heb, volgens mij. Oh god, we gaan direct zo'n Lysander battle tegemoet. Ja, die killde mij, die Gyarados van hem killde mijn Sableye. Ik ben vooral bang voor de Mien show. Maar het is een Mien Fu volgens mij, dus het valt mij. Nou, ik ga hem toch eventjes... Janne. Ja, maar ik heb alleen maar zo'n beetje dark types. Op Shauna die nog steeds asleep is. Waarom ben ik niet gewoon naar Pokécentrum gegaan met heal dit keer? Dat weet ik niet. Kon ik niet eventjes gewoon denken, ja, heal is een slim plan. Doe een sports dance, ja. En dan vervolgens ben je aan het slapen en dan heeft het geen nut meer. You okay? Oh wacht, ik ben ook aan het slapen. Wat? Oh, hij is meteen wakker. Sad. Ah, dit ga ik verliezen. Fuck. Als je hield, gaat de sleep dan uit? Oh ja, natuurlijk, want het is full restore. Haha. Ja. Als hij een crit krijgt, dan ben ik gone. Maar iedereen is weak, behalve Sean, dus ik moet dit doen. Ik moet gewoon hopen dat hij of paralyzed raakt, of crashed, zeg maar, als hij zo'n high jump kick doet. Ja. Paralyzed, dankjewel. Hij luistert wel goed, deze Mien Xiao. Foo. Mien Xiao Foo. Oké, okay, die is neer. Nice. Zo'n Gyarados. Oh, die moet ik ook een pest met Sean doen. Het is een schaap. Ja, Sean. Ja, Sean, het schaap. Al ziet hij niet echt schaapachtig meer uit, maar... Nee. Earthquake? Nee! Wat kut dit. Heeft Sean het okay, overleefd? Oké. Hij heeft het overleefd. Dat had ik echt niet verwacht. Oké, en Gyarados is dood. Hoe dan? Ik wist niet eens dat een Gyarados Earthquake kon, joh. Maar blijkbaar. Ja, kom ik ook zo net achter. Zo'n Pyroar, dat is met water wel te doen, volgens mij. Zo'n Squirtle heb ik daarvoor. Vraag ik Blastoise, maar ja. Namen in deze game die evolueren niet mee. Nee, mijn Staraptor heet ook Staravia. Ah. Ja, echt belachelijk dat ze dat niet... Dat doen ze in elke andere game wel, hè. Dan gaan de namen gewoon mee. Maar ja, als je nu een Squirtle hebt, dan blijft het gewoon een Squirtle voor altijd boeien. Heel raar. Waarom geeft deze bitch mij zoveel moeite? Oeh, speed boost Jan Mega. Oh ja, dat was ik helemaal vergeten. Dat is wel chill. Dat is very chill. Ja. Bardo's level 49. Oeh. En hij kan crunch.
Oh, moet ik meteen ook tegen haar vechten? Wat? Wat? Ben je dood of zo? Of nee, maar het wordt wel geen feest in ieder geval. Oh. Nou, dat is wel balen. Een Murkrow, die kan ik best met Sean doen. Met een schaap. Moet wel even healen. Alhoewel, Murkrow. Ja, ik ga wel healen. Hoezo heeft deze gast nog geen Honchkrow? Gast. Doe je überhaupt wel die moeite? Of moet dat met een speciale... Met een Duskstone. Ja. Ja, kijk, als het dan nog met Happiness moest, dan kan ik denken, ja. Maar met een Duskstone... Kom op, Lysanne. Doe even je best in het vinden van zo'n steen. A boom. En hij is neer. Lysander dan. Ja, de Murkrow ook, maar... Ik snap wat je bedoelt, Sander. Ik snap wat je bedoelt. Hij is. Hey, oh nee, ik heb verloren. Oh, ik kan niet tegen mijn verlies. Oh. Oh, boom. Sander toch. Echt wel, Lysander is echt zo'n loser. Wacht even met een nieuwe battle ingaan zo. Elevate key, oké. Okay. Ja, ik ben bijna klaar met dingetjes. Dus. Lysander heeft me verlaten. Dan maak ik mijn battle ook nog even af. Okay. We wachten. De admin die is even vervelend. Ai. Laat me nou eens met rust, jongens. Erg herkenbaar. Okay. We zijn er. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet op het kanaal van Sander te abonneren. En dan zien we jullie bij de volgende aflevering weer. En ik hoop dat we dan een keer geen Pokémon's kwijtraken. Ik heb nog maar één te zeggen. Vast niet. Adios, amigos.